Hallo allemaal, wij zijn Bas, Koen, Zoe, Jante, Camille, Sarah en Nienke. Wij zijn leerlingen van het Sint Maartens College in Maastricht. We hebben de afgelopen weken gewerkt aan een compositie over een Syrische jongen in Denemarken. Aan de hand van een video van een jongen uit Syrië. Ja, moesten we zeg maar, hij had een stuk gemaakt op zijn cello en dat moest zeg maar, zijn tocht van Syrië naar Denemarken uitbeelden. En het was zeg maar, de bedoeling dat wij daar een antwoord op zouden schrijven. Dus hebben we eigenlijk gewoon met een keyboard gaan kijken nou, hoe zouden we dit qua structuur op willen zetten. En hebben we gekozen voor een mineurdeel. Wat eigenlijk zijn oorlogstijd moet uitbeelden met een overgangsfase naar het majordeel. En zo hebben we eigenlijk zijn tocht van Syrië naar Denemarken muzikaal gewoon verwezenlijkt. So we are going to build up, making crescendo, and after it slowly get diminuendo. And the heartbeat stays, and after that you start. And maybe Jaco, you could use more different intervals, like in different registers. Yeah. Okay. Let's do a heartbeat. Dus het klonk net bij de repetitie goed. Moesten een aantal dingen wel just eruit gehaald worden. Ja. Maar het is goed gelukt. Ja, en we zijn er trots op. Eigen unieke manier denk ik gedaan door goed te luisteren naar wat hij had, wat hij speelde in zijn video. Ja, wat hij daarmee bedoelde inderdaad. Yeah. And don't make it regular, like mm-hmm. You know, not yeah. not. C-G-C-G. Er wordt goed samengewerkt en goed gecommuniceerd. Yeah. En daardoor ja, wordt het ook niet raar opgevallen als wij wat weg willen halen. Yeah. Het wordt gewoon allemaal super geregeld. En nu is het resultaat eigenlijk nog mooier dan dat het was. Yes, you start, we have a heart beating. Yes. And you start one by one, and getting more intense. Yeah? Yes. Okay. Moment. We hebben geprobeerd chaos en spanning in te brengen, het echt tot leven te brengen. En het geheel is denk ik bijzonder genoeg om op de uitvoering er te laten spelen of hier op het conservatorium zoals vandaag de bedoeling is. We waren wel gewoon trots op een stuk dat het ons gelukt was, maar dat dit gespeeld wordt door Philharmonie Zuid, dat is echt niet normaal. We zijn erg vereerd dat onze compositie wordt uitgevoerd door Philharmonie Zuid-Nederland en we hopen jullie dag in het theater aan het Vrijthof zeker te zien. Tot dan! Doei! Doei!